Jongens, hoi. Ten eerste heb ik mezelf voorgenomen om gedurende dit hele filmpje lekker Kelvin. Ik ga gedurende dit hele filmpje geen meer zeggen. Elke vlogger die is van, ja maar als ik Oké, dus durende deze hele video geen Het zal vast niet lukken, maar hey. Hoe heet het? Optimistisch blijven. Het gaat lukken. Dus Oké, ik ga een paar dingen vertellen. Check mijn Cocobongo. Cocobongo. Moet ik vertellen, jongens? Anders wordt het weer zo'n video van 8 minuten of zo. Oké, ik ga jullie dus een paar dingen. Oh, waar is je pet? Mijn pet heb ik daar even niet op. Maar zit volgens mij mee, jongens. Ik heb mijn pet thuis gelaten voor vandaag. Ik ben trouwens thuis, maar het is geboeid. Ja, oké. Zoals altijd, moet ik naar de kapper. Ik ga trouwens weer naar de kapper over 2 weken. Maar even to the point, zeg maar. Ik heb een paar dingen te vertellen. Ik begin met. Ik doe mee. Ik ga dus meedoen aan een channel op YouTube. De Daily Dutch. Hij staat eronder. Hier op dit paardje. Vind je toch wel mooi? Maar oké, hij is weg. Ja, maar hij staat er ook onder, dus aan het eind van de filmpje kun je gewoon klikken. En de bedoeling van de channel is dat elke persoon, en dat zijn, even nadenken, Bardo Ellens van Bayern Movies, ken je vast wel. Ja, Max Moorman, mijn geweldige grote vriend, toch? Zijn toch vrienden? Toch? Christy, Gijs, Mr. NL Channel. Dus dat is Jesse, zo was het. Ja. Er is nog één en er moet er geen bij komen. Iedereen heeft een eigen dag. En elke dag volg je iemand. Ik heb dus de donderdag. En dat betekent dat ik woensdag film. En donderdag komt het online. Dus upload ik het. En dan zie je dus wat ik de woensdag heb gedaan. En ik ben van plan om ook toch even te gaan vertellen wat ik de afgelopen week heb gedaan. Want dan zie je alleen wat ik op de woensdag doe. En ik doe de woensdag niet zo vaak iets speciaals of zo. Alles gebeurt bij mij in het weekend. Zoals koekjes maken. Dus vergeet niet de channel te checken. Sowieso. Ik bedoel, het gaat echt tof worden, denk ik. Vergeet daar niet op te abonneren. Sowieso. Als ik zeg dat je moet abonneren, doe het dan ook. De tweede waar ik het over wil hebben is een ander account van mij. En ik heb er even mee gewacht om het te vertellen, omdat ik toch even vriendjes met jullie wou worden en zo. En zulke allemaal vet toffe dingen. Ik zit nog wel vaak op mijn neus zo. Ik heb nog wel vaak jeuk in mijn neus. Ik heb een speciale ziekte daarvoor. Ja, sorry. Het heet neus-aids. Punt 2 waar ik het over heb is, ik heb een ander channel op YouTube. Die gooi ik ook hier neer. Maar dit keer is het een tapier. Klikken. Nou ja, ik ben best wel lelijk. Kijk eens weg. Hieronder kun je ook klikken. www.youtube.com/kakustudios. Ik heb nog een website www.kakustudios.nl. En daarop zet ik video's. Maar dat is compleet iets anders van wat ik nou doe. Namelijk, het zijn speelfilms. En dat gaat van special effecten tot camera technieken waar ik momenteel erg mee bezig ben. En dat channel is meer van, ik doe het omdat ik het echt heel leuk vind om te doen. Namelijk, neem even een kijkje en als je het tof vindt dan, ja, dan abonneer je. Gewoon, ik zou het heel tof vinden als je dat doet. Oh ja, 2 weken geleden heb ik gezegd dat ik voor al mijn abonnees had, ik iets speciaals ga doen voor alleen mijn abonnees. Dat gaat niet meer door. Sorry, het spijt me. Nee. Ik heb namelijk neus-aids. Nee, grapje. Het gaat gewoon door. Het gaat echt tof worden. Ik ben er nog niet echt mee bezig. Ik ben tegenwoordig echt heel erg bezig met het bedenken. En alles gebeurt zeg maar hier. En dat gebeurt nog niet op die camera. Dus. Oké. Dus even een stand van zaken at the moment. Op het moment. Nederlands verdoen. Ik zal er over een week denk ik mee beginnen. Oké, nog één laatste ding. Is, de laatste dagen gaat het best wel top met abonnees. Ik vind het heel tof. Ik heb nu ongeveer momenteel, even kijken hoor. Even kijken. 20 abonnees. Nou, dat is niet veel. Ik vind het vrij veel, omdat ik nog misschien 3 weken op YouTube ben of zo. En er zullen vast mensen zijn die nu kijken die denken van, wat ben jij een sukkel, joh. 20 abonnees? Met 20, oké. En zoals iedereen doet en zoals jullie het graag ook willen zien, is bij 50 abonnees ga ik wat doen voor jullie, speciaals. Dat kan van alles zijn en ik ga het een beetje
Ik ga het een beetje anders doen dan normale mensen. Andere mensen zeggen van, zet hier een comment onder en de leuke kies ik er dan uit. Ik hoop dat er wat reacties komen. Zo ga ik het wel ongeveer doen, maar ik heb een bepaalde methode. Namelijk, ik heb een dobbelsteen. Nou, niet hier, die moet ik even opzoeken, maar die heb ik wel, denk ik. Oké, oh ja, 50 abonnees. 50, ik moet even snel, want dit filmpje wordt veel te lang. 50 hele abonnees. Die dobbelsteen, er zitten 6 getallen op, zoals je weet. Ivan is weg! 6 getallen op. En jullie zetten hieronder een comment. Ik hoop dat er wat reacties komen. Zo niet, dan verzin ik mezelf al. Maar ik zet bij elk getal op die dobbelsteen 1 challenge. Opdracht, uitvoering, zulke dingen die jullie vertellen. En bij elk getal is dat nummer 1 is dan bijvoorbeeld... doe dit, nummer 2 is doe dat. En gooi je met die dobbelsteen? En ik gooi zo. Nee, ik gooi met die dobbelsteen en op welk nummer het komt ga ik uitvoeren. En er komt nog wat bij. De challenge moet te maken hebben met het getal 50. En niet met 5 omdat ik nou 5 vingers opsteek, maar 50. Oké? Duidelijk? Duidelijk. En het kan zijn van eet 50 moeder koeken of 50 paar sokken aan, weet ik het. Ja, sorry dat de camera steeds verandert van kleur en zo, maar soms moet ik de camera even uitdoen, want dan komt er weer een of andere ding binnenlopen en die zegt, waarom doe je dit niet? Kom op, je moet dat doen. Ja, dat moet ik dan even doen, jongens. Sorry. 1. Daily Dutch. Staat hieronder. 2. Mijn eigen account Kijk Studios. 3. Speciale filmpjes die ik ga doen voor alleen mijn abonnees. En 4. Mijn 50 abonnees. Het zal nog wel even duren voordat ik 50 heb. Ik heb er dan 20, dus er moet er nog 30 bij. Voor je weet is het zover. En toen komt het hieronder wat je denkt dat grappig is. Wat je mij wil zien doen. En reken maar dat ik het doe, klootzakken. Jullie zijn stuk voor stuk allemaal klootzakken. Oké, dat was hem voor deze keer, deze week. Ik kom deze week sowieso nog een keer bij jullie. En dat is op de donderdag bij Daily Dutch. Abonneer. Ik hoop dat het een beetje geluk is met mijn opdracht dat ik niet ga zeggen. Deze hele video en alles wat ik heb gezegd, knip ik het er mooi uit. Klopt zo. Ik ben Kelvin en ik zeg doei.